De brandweer is vanmiddag om ongeveer 20 over 12 gealarmeerd voor een woningbrand in Overdinkel. Toen we daar aankwamen was de brand al uitslaand. Ontstaan in een woonhuis, in ieder geval op de eerste verdieping en met doorslag al naar de zolderverdieping. Brand uit de zolder door het dak heen geslagen en is vervolgens ook nog naar een doorgeslagen naar een tweede woning. Het zijn twee onderin kappers. En de tweede woning, daar is ook behoorlijke schade aan de zolderverdieping ontstaan. Nou, de inzet van de brandweer is gericht op schadebeperking. En we hebben geprobeerd om doorslag naar het andere woonhuis te voorkomen. Dat is niet helemaal gelukt. Ja, helaas, de brand was al in een te ver gevorderd stadium toen wij ter plaatse kwamen. We zijn in ieder geval nog een uur bezig met nablusswerkzaamheden. Er is net brandmeester gegeven. En wat ik ook nog wil vermelden is dat brandweer Losser hier aanwezig is geweest en daarbij hulp heeft gekregen ook van de brandweerkorps uit Gronau. Er is hier één persoon geweest die rook heeft ingeademd en die is ter controle met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.